Een zee aan Utrechtse mogelijkheden, maar pech in de afronding. En een VVV dat via Venlo naar Evert Lindhorst uiterst effectief is en met 1-2 wint in stadion Galgenwaard. Dat is de wedstrijd van afgelopen zondag in het kort. Als je dan kijkt van wat heb je dan liever, dan zeg ik ja, geef mij maar 2 kansen en 2 goals. In plaats van 10-11 die wij gehad hebben en maar 1 goal. Maher door naar Tjerny. En dan is dit Dalmau, die moet hem afmaken. En dat doet hij. Adrian Dalmau, die bij zijn debuut voor FC Utrecht dus glijtrefzeker was. En zich afgelopen week met zijn teamgenoten heeft voorbereid op Twente uit. Voor in ieder geval 2 van zijn medespelers vast iets meer dan zomaar een duel. Tussen 2011 en 2013 speelde Willem Jansen bijvoorbeeld 63 duels voor de Enschedeërs. Daarin scoorde hij 8 keer. En Adam Maher, die kwam in het seizoen 2017-2018 tot 16 duels in de Eredivisie. En er zijn nog meer feitjes die passen bij het duel van zondag. Voor het eerst zijn 2 gepromoveerde clubs in de Eredivisie ongeslagen na 4 speelronden. Twente won tot nu toe 1 keer, speelde 3 keer gelijk. En die andere club, Sparta Rotterdam, pakte 2 punten meer. Tot nu toe schoot Twente dit seizoen 33 keer, 7 hiervan eindigden in een doelpunt. Dit maakt de Tukkers, samen met VVV Venlo, de meest efficiënte ploeg van dit seizoen. En Adrian Dalmau kan naar Ruud Boijmans en Cyril Dessers de derde speler worden die deze eeuw in elk van zijn eerste 2 eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht scoort. FC Twente werd vorig seizoen kampioen van de keukenkampioendivisie en speelde dus niet tegen de hoofdmacht van FC Utrecht, maar wel tegen Jong. Ruim 24.000 toeschouwers zagen hoe het team van trainercoach Robin Pronk prima weerstand bood, kansen creëerde en uiteindelijk nipt verloor. Dit is een fantastische goal trouwens. In minuut 13, de tweede van het seizoen van Smith. In voorgaande seizoenen troffen FC Twente en FC Utrecht elkaar geregeld. Van de Eredivisie, KNVB-beker tot de play-offs voor Europees voetbal. Zo ook in 2013 toen FC Utrecht uit een corner op voorsprong kwam. De man die scoorde heeft een verleden bij Borussia Dortmund en Swansea City. En daar is de kans en het doelpunt ook meteen. En dan is het Van der Gunt notabene die scoort. Notabene met zijn linker de voorzet. Kans om te schieten voor Ayoub. En een goal voor FC Utrecht. In de 71ste minuut komt die ploeg terug in de wedstrijd. Tangen, prima, bal. Tangen, en het is 0-1. Stefan Tangen. Toornstra. Afdraaiend. En raak. Het staat 3-1 en Bulthuis maakt hem voor Utrecht. Goeie trap van Toornstra. Booth met een goede beweging. De voorzet bij de eerste paal en daar is Michael Mols met een prima kopbal. En de voorsprong. In Enschede wordt FC Utrecht zondag om 11:15 gesteund door 458 supporters in het uitvak. En dat zijn er aanzienlijk meer dan in voorgaande seizoenen. Sterker nog, een verdriedubbeling ten opzichte van 3 seizoenen geleden. En die supporters gaan ook nog eens getuigen zijn van een mooie primeur. Want voor het eerst dit seizoen speelt FC Utrecht namelijk in het derde tenue. Het shirt dat eerder vandaag werd gepresenteerd. En mocht je nou meer informatie willen over bijvoorbeeld dit shirt of hem willen bestellen, dan kun je dat doen via fcutrecht.nl/webshop. Mooi dat je keek naar de away day voor FC Twente uit. En zoals gebruikelijk blijf je op de hoogte door FC Utrecht te volgen op social media. Heel graag tot na de wedstrijd. Dan zijn we bij je met onder andere een wedstrijdverslag. Kun je lezen op fcutrecht.nl. En wedstrijdreacties van de hoofdrolspelers en trainercoach John van den Brom. En die kun je zien op youtube.com/fcutrecht.